Ladies and gentlemen, this bout comes to an end with an official time of 2 minutes and 8 seconds of that third and final round, when our referee, Edward Stryker, steps in and waves off this contest for your winner by technical knockout, and now Glory Heavyweight Tournament Champion, Tariq Al-Sadr! Ja, ik heb dit toernooi gewonnen, dus ik ben de tegenstander van Plazi geworden op Collision 5. En nu hebben we afspraken gemaakt over trainingsdagen en trainingstijden. En ja, voor dit interview heb ik de andere ingang genomen. Omdat ik zo zijn kamp, om het maar zo te noemen, niet het gevoel wil geven dat ik, ja, dat ik aan het spieken ben ja, in wat hij doet. Plaas zat op de ene kant. Dat is toevallig hier trouwens. Plaas zat hier en ik stond daar en Mike stond in het midden. En ja, hij gooide gewoon de open vraag van hoe willen jullie het hebben de komende tijd, wat vinden jullie handig. Ja, je merkt in dat gesprek gewoon dat we het allebei niet leuk vinden. Wat ik zeg, we mogen elkaar heel graag. Ik train graag met hem, net als dat hij ook met mij traint. Ik heb natuurlijk ook veel van hem opgepakt. Ik gun hem als geen ander, denk ik, nu die title shot. Alleen ja, nu is het kut om zo te zeggen, dat ik ja, in zijn weg moet staan naar die title shot toe. Dus dat merkt hij wel in dat gesprek. Maar ja, we zijn er heel goed uitgekomen en ook in goed overleg en iedereen is akkoord. Dus dat is wel heel fijn. Wat ik altijd al zei, ik mag hem heel graag, hij mag mij heel graag. Het was ook niet leuk om zo'n gesprek te voeren. Maar ja, vanaf nu is het gewoon zakelijk tot aan de partij. En ja, we moeten de mensen een show geven en gewoon knallen. Dus ja, in die zin is het wel menens. En ja, ga ik ervoor en hoop ik dat hij dat ook doet. Op plaatsbad is ook iemand die komt beuken. En die deinst zeker niet terug van klappen. En hij is, als het goed is, al een jaar aan het loeren op die titel. Dus hij zet ook alles op alles om iedereen uit de weg te ruimen. Dus ik zou moeten vechten tegen hem om die dag die interim titel te winnen. Mijn debuut was tegen Ries Brudenell uit Engeland. Dat was toen die studio event. Heel eerlijk, dat was niet voor mij, zeg maar, de glory experience die ik daarna met Collision had, met Rivals en laatst Glory 85. Dus het voelde voor mij een beetje eigenlijk als ja, daarvoor. Gewoon komen, wegen, volgende dag vechten, that's it. Ik sloeg hem wel eruit volgens mij in de derde ronde. En ik weet nog dat ik toen ik bij Glory had getekend, toen zei ik ook tegen mensen om me heen, ik wil niet bij Glory meedoen om het meedoen. Ik wil wel meedoen en ook ja, in de highlights komen. Ik wil ook dat mensen mij gaan herinneren als ik ooit stop of wat dan ook. Dus ik zou elke partij zou ik gewoon met een knaller ja, moeten afsluiten. Ik zou gewoon mensen moeten, ja, neerslaan. Ik wil in de highlights komen. Ik wil dat de highlights komen van mij. Nou, dat gebeurde toen bij die Brudenell. Daarna had ik Levi. Precies hetzelfde wilde ik ook heel graag neerslaan. Highlights, Collision 4, Gelderdome. Dat ging helaas niet. Prima. Ik had verloren, maar ik baalde niet zo heel erg van dat verlies. Omdat ik voornamelijk in dat leerproces zat en dacht van oké, ik heb nu geleerd van deze partij en ik weet wat ik beter en anders moet gaan doen de komende partijen. En ik heb ook mogen ervaren hoe het is om zo een groot event mee te maken vanaf de mediadag tot aan het vechten zelf. Dus dat was voor mij ja, ondanks verlies best wel winst, grote winst. Toen daarna tegen Barkoes. 3 weken na Levi was dat. Was ook wel een pittige partij, want Barkoes is ook iemand die drukt. En hij was 144 kilo van 43 kilo, zware jongen. Dus ik wist ook van dat wordt geen makkelijke pot. Die heb ik toen ook eruit geslagen. Ook weer een highlight voor mijn carrière. Ja, iets waar ik, als je kijkt op de hele partij, niet per se denk van ja, ik heb het heel goed gedaan, maar wel die knockout waarbij ik denk van oké, het was niet per se een hele gekke techniek wat ik deed. Het was iets super simpels en daarmee kan ik dus mensen ook eruit slaan.
Dus dat was ook weer iets voor mij wat ik meenam. En volgens mij daarna Glory 85, die toernooi. Dus ik heb 5 partijen gevochten bij Glory, waarvan 1 verloren en 4 op knockout. Ik had hem staand al en ik had zoiets van scheids, ga je nog... ga je deze man zijn leven nog, ga je hem nog redden of moet ik hem echt doodslaan? En tegelijkertijd zijn stemmetje in mijn hoofd, ja, als je nu stopt kan hij terugkomen, dus je moet wel door tot hij niet meer kan. Dus ik wist dat ik hem al had, alleen voor mij mocht de scheids iets eerder zeg maar, voor zijn gezondheid kiezen. Maar ja, wat ik zeg, tegelijkertijd wist ik ook van als ik hem niet echt eruit ga slaan, dan geef ik hem ook ruimte om terug te komen en dat mag sowieso niet. Een stukje ontlading, toen ik hem neersloeg ook, kwam er heel veel emotie vrij. Van alles, woede, blijdschap, verdriet, het was echt een hele rollercoaster. En dan heb je die post-fight in de ring interview, ben je ook natuurlijk helemaal vol van adrenaline en al die emoties. En natuurlijk de mensen die zijn gekomen die je toejuichen en even snel een foto willen of even wat willen zeggen. En dan loop je terug naar de kleedkamer. Heb je dokterscheck en dan heb je die gehad en dan wat ik voor mezelf deed was weer eigenlijk terugkomen naar oké, ik moet nog zometeen 3x3 en dan even relaxen en dan weer langzaam warm worden om te knallen de tweede partij. Dus ik ging van heel hoog in euforie en alles wat daarbij komt kijken ging ik weer helemaal terug naar oké, fight mode. We mogen zo meteen weer focussen. Ik was aan het genieten, moet ik eerlijk zeggen. Die natuurlijk van die hele dag, maar ook van dat stukje finale. Ik kwam ook volgens mij met een glimlach op. En ik had er heel veel zin in. Ik zei ook de hele tijd tegen mezelf, let's go. Let's go. En ik was aan het genieten. En dat zag je ook terug in mijn spel. Ik deed echt mijn ding. En dat resulteerde uit in uiteindelijk dus die 4 knockdowns. 2 die wel aan het eind een beetje moeizaam gingen, maar ik genoot ervan. Dat was voor mij denk ik het allerbelangrijkste die dag ook. Om echt in het moment te zijn en te genieten van alles wat er gebeurt. En dat had ik echt in die finale ook. Glory Heavyweight Tournament Champion, Tariq!